en welkom bij deze nieuwe video. Als je mijn vorige update video nog niet hebt gezien... Ja, mijn haar is weer zwart. Ik was weer klaar met de blonde pluk. Ik vond het heel erg leuk om het te hebben voor een tijd. Maar ik was er weer klaar mee. Dus ik heb mijn haar weer helemaal zwart gemaakt. En daar ben ik nou ook weer heel blij mee. Ik hou van zwart. Dat is gewoon mijn echte haarkleur. En voor de mensen die het nog niet weten. Ik ga voortaan 4 video's in de week uploaden. En dit heb ik allemaal verteld in mijn vorige update video. Dat betekent dat mijn uploadschema gaat worden maandag, woensdag, vrijdag en zondag om 1 uur. Vandaag heb ik weer een unboxing van 1 box. En dat is de Goodie Box. Dat is dus deze box hier. De Goodie Box is een maandelijkse beauty box. Die ik elke maand 1 keer per maand krijg. Bij allemaal als je daarop bent geabonneerd. En ik ga dus 1 keer in de maand zo een video maken. Waarin ik ga laten zien wat erin zit. Ik ga de producten gebruiken. In zover ik het kan gebruiken hier op beeld. En ja, we gaan gewoon even met z'n allen kijken. Van is het het waard? Wat vinden we ervan? Wat zit erin? En als je al bent geabonneerd op de box en hem al hebt, dan kunnen we hem nou samen unboxen als je dat nog niet hebt gedaan in ieder geval. En ja, ik ben altijd super benieuwd wat er in zo'n box zit, want ja, je weet nooit van tevoren wat erin zit. Je wordt gewoon elke maand verrast en dat is dus het leuke aan een beauty box. En ja, laten we gewoon snel gaan beginnen met de video. Vergeet niet te liken en te abonneren en dan gaan we gewoon van start. Oké, nou dit is dus de box van de maand oktober. Hierop staat Goodie Box en de kleur is oranje. Elke maand heeft een andere kleur. Ik ben al heel erg lang geabonneerd op hun. Ik heb ook al een heleboel boxen. Het leuke aan een box is dat je ook echt gebruik kunt maken van de box. Het is niet gewoon een box die je gewoon weer wegpleurt. Want het is ook gewoon echt een la en je kunt ze stacken op elkaar. Ik zal het even laten zien. Kijk, ik heb hier 3 andere. En als je ze dan gewoon zo allemaal zo op elkaar stekt, dan heb je een soort van kleine ladekast. En dat is wel leuk. Dat is een beetje zo geïmproviseerd. En je kunt ze zo hoog maken als je wilt. Maar maak ze niet te hoog, anders valt alles om. En dat is ook weer niet wat je wilt. Ik heb ze ook echt op een hele cute manier gestekt hier op mijn kast. Ik zal even een foto brengen in beeld. Ik had er echt nog veel meer, maar ik heb er ook een heleboel aan mijn moeder gegeven. Want ja, ik hoef niet zoveel opberg space te hebben. Dus ik heb er nou daar 6 staan. Nou, even snel handig om te weten. De abonnement is 20 euro in de maand. Je betaalt dus 20 euro voor 1 box. Waar altijd 5 producten in zitten. Het zijn altijd beauty producten. Dus of make-up of skincare of whatever. Het heeft tenminste altijd iets te maken met beauty. Dus abonneer alleen als je van beauty houdt. En de waarde van de box is altijd minimaal 65 euro. Of hoger. Dus dat is ook fijn. Maar als je de box openmaakt, dan is het eerste wat je erin ziet een boekje. Elke maand heeft een thema. En die van de maand oktober is Dromenland. En dit boekje is altijd super handig. Want het geeft allemaal info met wat er allemaal in zit. Prijzen. En gewoon een leuke tekst en tips. En ja, er staat gewoon altijd van alles in. Omdat dus het thema van de maand Dromenland is, heeft het allemaal een beetje te maken met de nacht en dromen en alles. Dus er staat hier, wij hebben de box gevuld met producten die bijdragen aan een heerlijke nachtrust. Dus zo kun je al een beetje van tevoren inschatten wat voor producten je een beetje krijgt. Dus het zal nou niet heel veel make-up zijn, maar vooral een beetje skincare-achtige producten. En we hebben er weer 5, waarvan er 1, 2, 3 full-size zijn en 2 zijn een kleine variant van de grootte. Oké, we gaan gewoon even unboxen. Dit is dan wat je krijgt. Het is altijd zo mooi verpakt. Dus dit ga ik even zo uithalen. Dit zijn dan gewoon zo alle producten. Kijk, en op zich is hij ook best wel groot. Dus er past echt best wel veel spul in. Oh, dit vind ik wel cute. Oké, mensen, er zitten dus gewoon 5 producten in, zoals altijd. Maar ze hebben ook extra een haarcrunchy erbij gedaan. Dit is gewoon een haarelastiek. En er staat ook hier, oh, happy hair day. En dan hier achterop staat, jij verdient een extraatje. We dachten, we doen eens gek voor iedereen 1 extra product. Dit is dus een crunchy en de winkelwaarde is 17 euro. Dat is wel heel duur voor een crunchy. Maar ja, hier ben ik wel happy mee, want ik persoonlijk zou nooit 17 euro betalen voor een crunchy. Dus nou heb ik hem voor 20 euro. Of ja, nog minder, want ik heb nog 5 andere producten.
Oké, het eerste product is een sleeping mask, dus een slaapmasker van Dr. Botanicals. Dit is de Pomegranate Superfood Regenerating Sleeping Mask en de prijs van dit product is €9,90. De verpakking is echt heel erg cute, ik hou van roze. En dit is dan het slaapmasker en er staat op het is full size, dus je hebt echt het volledige product. Een slaapmasker is altijd handig, er staat ook altijd een beetje uitleg bij. Je maakt je gezicht eerst schoon en droog voordat je gaat slapen, dan breng je het maskertje aan. En dan in de ochtend maak je je huid gewoon weer schoon zoals normaal en dan heb je een heel zacht babyhuidje. Ik kan dit product obviously niet nauw gaan proberen, want ik ga niet slapen. Dus ik ga deze vannacht opdoen en dan ga ik hier in de video even een update geven over hoe mijn huid in de ochtend voelde. Ik ben echt heel erg benieuwd. Op de verpakking staat dat je hem 2 tot 3 keer per week kunt gebruiken. Het tweede product is ook een masker, maar dit is een masker voor de voeten. Dit is van Mask Me Up, de Foot Peeling Mask en de winkelwaarde is €13. Nou, dit product is een perfecte match met mijn achtergrond. Dit is dus een voetmaskertje, hij is €13. Je moet hem een half uurtje oplaten en het is voor elke skin type, voor elke huidtype. En dan na 8 tot 10 dagen gaat de huid een beetje van je voeten afpielen, als ik het zo kan zeggen. En dan heb je super zachte voeten. Ik heb al een keer zo'n voetmasker gebruikt. En het klopte ook echt helemaal. Na een week, na 8 dagen zo ongeveer, begon mijn huid helemaal te vervellen op mijn voeten. Alleen misschien een handige tip waar ik niet heel goed over na had gedacht. Ik had toen dat voetmaskertje aangebracht in de zomer. En na ongeveer 8 dagen ben jij vergeten dat jij 8 dagen geleden een voetmaskertje hebt opgedaan. Dus heel mijn voeten begonnen te vervellen en ik dacht, wat is dit? En ik dacht toen bij mij, oh ja, ik had toen dat voetmaskertje opgedaan. Maar het was de zomer en dan draag je slippers en open schoenen. En toen had ik dus van die ugly voeten die helemaal aan het vervellen waren. En toen moest ik dus per se gesloten schoenen aandoen in de zomer. Dus let erop dat je hem gebruikt in de winter. Maar het is nu winter, dus ja, ik denk niet dat er iemand nou met sandalen over straat zal gaan. Hier ben ik ook wel blij mee, want dat had echt wel nut. Mijn voeten voelden echt super zacht aan. We gaan verder met het volgende product. Dit is een nachtcreme van het merk Polar. Dit is de Polar Night Revitalizing Cream. En de winkelwaarde is €43,95 voor 50 ml. Dit is helaas geen full size. Even kijken hoeveel milliliter het is. Dit is 25 milliliter, dus de helft van de full size. De full size is dus €44, dus dan zou dit €22 zijn, de helft. En dit is dus een nachtcreme. Deze nachtcreme stimuleert de vernieuwing van je huid tijdens het slapen en heeft een herstellend effect. Nou, dit is dus een beetje zoals het nachtmaskertje, alleen dit maskertje moet je er echt afhalen. En de nachtcreme niet, cream niet, het is gewoon een normaal. Nachtcreme, crème, cream. Oh my god, crème, cream. Ik gebruik altijd een nachtcreme van de Kruidvat. Die vind ik heel erg fijn. Die is een stuk goedkoper. Maar ik ga dit product ook zeker gebruiken. Ik ben heel erg benieuwd. 25 ml gaat ook echt wel eventjes mee. Dus ja, ook die kan ik helaas nou niet gebruiken in de video. Want ja, het is voor 's nachts, maar deze ga ik zeker gebruiken. Oeh, het volgende product ben ik heel enthousiast over, want het is een body butter en ik hou daarvan. Dit is van Manna Cadder, de Sea Minerals Renewing Body Butter. En de winkelwaarde is €22 voor 400 ml. Nou, ook dit is geen full size. De full size is 400 ml. Hier zit 180 gram in. Hoeveel milliliter is dat dan? Weet iemand hoeveel gram milliliter? Wacht, ik ga het even opzoeken. Oh, het is gewoon 1 ml is 1 gram. Dus het is gewoon precies de same. Dus er zit 180 gram in. Dat is iets minder als de helft van de full size. Maar ik moet zeggen, hij is wel echt super groot. Kijk, dit is ongeveer mijn hand. Dus het is echt best wel veel product, gelukkig. Ja, en ik denk dat iedereen wel weet wat een body butter is. Dat is een beetje als een body lotion. Maar dan een soort van meer boterachtige gevoel. Nou, dit is hem dan. Hij is gewoon wit. Ondanks dat je niet de full size hebt, heb je wel echt superveel. Oeh, hij ruikt echt heel erg lekker. Ik ga mij gelijk even gewoon een beetje insmeren. Want ik heb dat nog niet gedaan vandaag.
Oeh, ik vind het echt zo'n lekkere geur. I love it. En dan als laatste hebben we wel make-up. We hebben van het merk A Piece de Claire Brightening Concealer. En de winkelwaarde is 13 euro. En dit is dus gewoon een schattige concealer. Dit is wel de full size. Dus dit is gewoon de volledige grootte als hoe die normaal is. 13 euro. Hij oogt heel klein. Maar er zit gewoon 6 milliliter in. En dat is voor een concealer gewoon heel erg normaal. Even kijken. Ik heb de kleur 7. En het is een Brightening Concealer. En hij bevat vitamines zoals AC en D-Petanol. Die de gevoelige huid van je ogen helpen te versterken. Ik kan al zien dat de kleur veel te donker is voor mij. Ik wil gewoon alsnog een beetje gaan opdoen. Ja, wel helaas dat hij te donker is. Oh, dit is apart. Oh kijk, het heeft een kwast als applicator. Dat zie je niet heel vaak bij concealers. Nou, ondanks dat de kleur echt veel te donker is, wil ik toch een beetje opdoen. Oh, ik vind zo'n kwastje applicator echt super apart. Concealers hebben dat echt nooit. Oh mijn god, die kleur. Mensen, negeer even de kleur. Want ja, we kunnen allemaal wel zien dat die veel te donker is voor mij. Nou, dat blenden helemaal weg. Top! Een concealer die helemaal wegblendt. Oké, ik ga even iets meer aanbrengen. Want een concealer moet wel een beetje concealen, want daar is hij voor. Maar hij blendt gewoon helemaal weg. Hij heeft echt gewoon bijna geen dekking. En dat heeft niks te maken met de kleur. Nou, ik denk dat ik niet heel blij ben met de concealer. Ja, nou ik iets meer heb aangebracht, is er een tikkie meer dekking. Nee, waardeloos. Dus van de 5 producten, en officieel 6, want je hebt er eentje extra, is dit de enige waarvan ik denk, nee, dat vind ik niet zo fijn. Maar ja, het is een beautybox, dus je moet echt niet verwachten dat je altijd blij gaat zijn met elk product wat je krijgt. Er zit vaak wel iets bij waarvan je denkt, misschien niet per se voor mij. Op zich ben ik over het algemeen blij, want ik vond alles superleuk en fijn. En ik ga ook echt alles gebruiken. Behalve de concealer, ja. Nou, als je dus de box hebt gehad en je bent erop geabonneerd, dan heb je dus 20 euro betaald. Ik ga even een snelle berekening doen van wat nou alles in totaal kost als je het allemaal los had gekocht in de winkel. De crunchy was 17 euro. De nachtmasker was 10 euro. Het voetenmaskertje was 13 euro. De nachtcreme is voor 50 ml 44 euro. En wij hebben de helft, dus 22 euro. De body butter is 22 euro voor 400 ml. Wij hebben iets minder dan de helft. Maar we maken het gewoon even makkelijk. Dus we doen even de helft. En dan is het ongeveer 11 euro. En laat ik dan 1 euro eraf halen. Omdat we toch iets minder krijgen. Dus 10 euro. En de concealer full size 13 euro. Dan kom ik uit op 95 euro. Als je dus al deze producten gewoon haalt in de winkel, betaal je 95 euro. Nou heb je maar 20 euro betaald voor 95 euro aan waarde. Nou, dat vind ik persoonlijk een hele goede deal. Plus je hebt nog zo'n handige box erbij waarin je van alles kunt indoen. Superleuk. Nou mensen, dat was dan de box van oktober. Mocht je het nou ook iets vinden voor jou, ik zet de link in de beschrijving onder de video. Als je daar dan op klikt, dan kom je op de site. En dan kun je ook abonneren op de maandelijkse goodiebox. En dan heb je elke maand een leuke verrassing. Plus elke maand ga ik hem ook weer unboxen. Dus dan kun je samen met mij de box unboxen. Dat is superleuk. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier 2 video's die je ook kunt gaan bekijken. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doeg!